Heel goedenavond iedereen. De vaccinatiepas zit eraan te komen in Brussel. Is dat een goed idee of niet? Diab Abu Jarja is er niet helemaal zeker van. Hij geeft deze dagen les in Brussel aan de jongeren, dus waarover het gaat. En nog een probleem daar. De tientallen kinderen die er moederziel alleen op straat leven. 10, 11 jaar oud vaak en er komen er blijkbaar meer en meer. Sofia Majoub van Child Focus zegt dat een oplossing niet evident is. En Noël Slange die komt zijn twijfels over Vivaldi op tafel gooien. Hij gelooft er bijvoorbeeld niks van dat de regering de pensioenkwestie zelf nog opgelost krijgt en stelt andere dingen voor, meneer Slange. Technocraten die het moeten oplossen? Technocraten die met een oplossing moeten komen, maar finaal moet natuurlijk wel altijd de politiek beslissen, want zij zijn daarvoor verkozen. Benieuwd of ze daarnaar gaan luisteren. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Het is toch een wat ongemakkelijke kop, vind ik, op pagina 2 van de Standaard vandaag. Onaanvaardbaar dat zoveel kinderen in Brussel op straat leven. De boodschap komt van Dokters van de Wereld, omdat die organisatie bij zijn consultaties meer en meer van die kinderen ziet opduiken. Op zoek naar hulp. En het gaat dikwijls, zoals ik daarnet zei, over echt jonge kinderen, niet ouder dan een jaar of 9, 10. Mevrouw Majoub, u bent beleidscoördinator bij Child Focus. Als ik zeg meer en meer kinderen, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Ja, we zien wel dat er een stijging is van het aantal niet begeleide minderjarigen die in ons land toekomen. Nu, er is een hele grote groep van niet begeleide minderjarige kinderen. Dat zijn kinderen die van buiten Europa komen naar België. Heel veel van hen gaan bescherming aanvragen, maar een deel van hen vraagt geen bescherming aan en komen op straat terecht en hebben ook vaak geen hulpvraag. Ja, en het feit dat het er meer en meer zijn nu plotseling, hè, want ze zien dat bij die consultaties, anders zijn het er een paar per maand, nu zijn het er, laten we zeggen, 10 per week. Het is een fenomeen dat niet nieuw is. Hè. We zijn eigenlijk al 2 jaar bezig om het ook op de agenda te zetten, zeker die kinderen die op straat leven. Het gaat vaak om kinderen vanuit Marokko, Algerije, Tunesië, die naar Europa komen, via Spanje, daar een tijdje verblijven. Er is vaak een verslavingsproblematiek. Zij komen in netwerken terecht van leeftijdsgenoten, maar ook van volwassenen die hen uitbuiten. Maar die verslaving die was er al? Of die in sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Dus de verslaving is vaak ook in Europa dat ze verslaafd raken aan lijm, aan verdovende middelen en dat ze voor de kar gespannen worden door volwassenen die hen diefstallen laten plegen. Ja. En hoe komt het dan dat ze specifiek uit die landen komen? Nu, de groep van niet begeleide minderjarigen, daar zijn heel veel nationaliteiten in. Als we het hebben over die kinderen die in een straatsituatie leven en eigenlijk niet in de opvang terechtkomen of als ze in de opvang terechtkomen, daar zeer snel weer weggaan. Dat gaat over een heel specifieke groep van zeer jonge kinderen die inderdaad uit de magere landen komen en die dus cityhoppen, Parijs, tot in Scandinavië soms terugkomen. Zeer mobiele groep ook. Dus ook moeilijk in te schatten wie zijn die kinderen en met hoeveel zijn ze. En hoe komt dat? Want ik probeer me dat voor te stellen. Een kind van 9 jaar en plotseling belandt dat dan in Brussel. Er zijn verschillende profielen. Veel van die kinderen leven eigenlijk al in hun herkomstland op straat of komen uit gebroken gezinnen of reizen andere kinderen achterna. Dus het probleem situeert zich eigenlijk al vaak in Marokko en Algerije enzovoort. Ze gaan dan het traject naar Europa doen om ergens een beetje... Waar komt dat dan vandaan? Want als kind van 9 jaar, oké, je kan gebroken zijn, je kan op straat leven, maar dan plotseling zeggen, nu ga ik naar Europa, dat is... Het is moeilijk in hun hoofd te kruipen, uiteraard. Wij zien ook, als zij hier terechtkomen, dat het zeer moeilijk is om echt die link te maken met die kinderen. Hulpverleners bijten zich hun tanden daar ook op stuk, omdat het zo moeilijk is om daar connectie mee te maken, om te weten van, oké, wat is jouw doel? En dat is vaak een heel doelloze groep ook. Dus zij zijn vaak verslaafd en hebben vaak niet een specifiek doel van, oké, ik wil werken of ik wil naar school gaan. En daarom is het zo moeilijk om voor de hulpverlening om aan te klampen, om die hechting te krijgen. Want die verslavingsproblemen, als je dat hoort en leest, dat doet wat denken aan de kinderen in Rio, hè? Meneer Slange, aan de favelas. Het is een problematiek waar u ook vertrouwd mee bent, de armoedeproblematiek. Ja, maar dit is inderdaad een heel specifiek type van armoede. Het type van armoede wat je bijvoorbeeld ook ziet, als je bijvoorbeeld in Marrakesh of zo, zie je ook heel vaak zeer jonge kinderen die bedelen, lijm snuiven, soms zakdoekjes verkopen. Behalve dat het daar gemakkelijker is om nu en dan wel een aantal munt te krijgen en zo en daarvan te leven, wat hier vaak veel, veel moeilijker is. Als ik het zo hoor, want ik ben niet
niet zo vertrouwd met de problematiek. Maar had u er weet van dat dat hier in Brussel... Nee, dat in die mate leefde dat ik geen weet van. Had u er weet van? In Brussel niet, maar ik volg een vergelijkbaar dossier in Frankrijk, hè, waar dat een groot fenomeen in Parijs is. Ja. Hè, waar dat je echt kampen hebt in het midden van Parijs, van jongeren, vooral inderdaad vanuit Marokko en Algerije, die soms inderdaad 9 of 10, maar meestal 13, 14. De grootste groep is rond die leeftijd. En ik denk dat het inderdaad ligt aan de realiteit in de landen van herkomst, waar dat je echt favelas hebt. Dus favelas die zijn niet gepubliceerd of zeg maar, krijgen niet zoveel publiciteit als in Brazilië. Maar als je naar Casablanca gaat en gaat naar de slopenwijken, dan zie je eigenlijk inderdaad dat er een grote aantal groep jongeren op straat leven. En dan heb je tegelijkertijd een stroom van migratie vanuit Marokko. En dan af en toe komen er zo'n tieners of soms kinderen op zo'n boot die de oversteek maakt in Spanje. En zie je hen dan zich hier ook groeperen? Ja, ze kennen elkaar. En u zegt Parijs, maar ze komen ook vaak uit Parijs. Ze gaan terug naar Parijs. Dus heel veel van die kinderen kennen elkaar en gaan ook echt wel samenkomen om in een soort van netwerk. Maar we zien toch ook wel dat er volwassenen ook bij betrokken zijn en dat er toch wel uitbuitingssituaties zijn ook waarbij dat ze diefstallen plegen voor die volwassenen. En hoe gaat dat dan? Ook seksueel misbruik trouwens. Ja, daar is ook sprake van. Maar zijn het dan volwassenen die hen gaan opzoeken en ronselen bij manier van spreken? Of wat we denken dat ze nu... er is echt onderzoek nodig, zowel wetenschappelijk onderzoek, maar eigenlijk ook politioneel onderzoek om die netwerken ook te gaan bekijken van hoe zit dat in elkaar? Zijn dat netwerken waar dat er een volwassenen is die echt de kar trekt en die kinderen echt gaat uitbuiten en verslaafd maken? Of nemen ze bepaalde zelfde keuzes? Dat is eigenlijk moeilijk in te schatten. En hoe moeten wij ons dat voorstellen? Een kind van tussen 9 en 15 jaar? Dat is de jongste eigenlijk. 9 jaar is het jongste dat we al hebben gezien. Maar inderdaad, we zien ze ook steeds jonger worden. 9 tot 14 is geen uitzondering. Nee, en leven die dan hier onder, laten we zeggen, onder bruggen en kartonnen dozen, zoals we onze daklozen, de beelden die we kennen? Bruggen, kraakpanden. En waar leven ze dan van? Kleine diefstallen, bedelen, zulke zaken. Ja. Ja. En is er iemand die zich daarop... Enfin, jullie ongetwijfeld. Maar ook een hele grote groep. Hè, zeker de terreinactoren die dat dagelijks zien. Nu, we zien ook wel dat er een gebrek is aan coördinatie. Er zijn heel veel bevoegdheden. Hè. Enerzijds heb je Brussel, je hebt ook de gemeenschappen, de jeugdhulp. Je hebt het federale niveau, dienst voogdij, asiel en migratie. Nu, het staat wel op de politieke agenda. Er zijn ook werkgroepen rond. Wat dat we zien, is dat er te weinig coördinatie is. Hè. Die kinderen, zoals ik al zei, hechten heel moeilijk in hulpverlening. Dus er moet een soort aangepast traject komen voor die kinderen. Dat moet ook een trigger zijn om een beetje accordater in te grijpen. Ik vind dat zo'n probleem, in tegenstelling tot allerlei andere discussies met migratie, een heldere problematiek is in de zin, die kinderen hebben bescherming nodig. Ze moeten inderdaad gered worden van die netwerken, van die mafieuze netwerken die ze uitbuiten. Maar ook natuurlijk, die kinderen zijn aan zich ook een gevaar voor de maatschappij. Hè. En daar moet er ook... dat is niet hun fout, die zijn nog kinderen. Het zijn omdat slachtoffers. Maar die zijn slachtoffer, maar ook als ze diefstallen plegen, dan is dat ook een gevaar. En in die zin, ik denk dat er in hun belang en in het belang van de maatschappij dat zulke dossiers meer urgent behandeling nodig. Komen ze soms in aanraking met het gerecht dan? Ja, ze worden regelmatig geïntercepteerd door de politie. Dus ze zijn zodanig jong, ze gaan niet vervolgd worden. De politie kan er ook weinig weg mee. Het probleem is ook een beetje dat de opvangstructuren die nu bestaan in België niet aangepast zijn. Hè. Enerzijds hebben we de gesloten gemeenschapsvoorzieningen. Daar zijn die kinderen niet op hun plaats. Er moet gewerkt worden aan die verslavingsproblematiek. Er moet gewerkt worden aan hun hechting, aan hun vertrouwen in volwassenen. Dan heb je de open opvangstructuren waar ze zeer snel weglopen, omdat ze daar niet aarden. Regels is moeilijk. Dus wij pleiten eigenlijk voor een echt aangepast traject voor die kinderen. Aangepaste opvang, beschermde opvang, waarin dat er echt zeer nauw one-to-one eigenlijk gewerkt wordt. In eerste instantie aan die verslaving, want verdoofde kinderen, daar kan je heel moeilijk op inspelen. En nadien op het vertrouwen en op het creëren van toekomstbeelden. Studeren, werken, die zaken. Maar daar staan we, als ik dat allemaal lees, staan we heel ver vanaf. Voelt u daar enige bereidheid toe om dat We voelen vast te nemen? Het wel. We voelen het wel op verschillende niveaus, dat er wel goodwill is. De staatssecretaris voor asiel en migratie heeft er een werkgroep rond gedaan. We weten dat er Sami Mehdi. Op gemeenschapsniveau zie je die hulpverlening ook wel bereid.
vrijheid om bepaalde zaken te doen. Op Brussels niveau zien we ook wel een aantal zaken, maar er is geen coördinatie. Is er contact met Marokko daarin? Of met Algerije? Er is blijkbaar wel contact met Marokko ook, om te kijken van oké, van waar komen die kinderen? Is er eventueel nog contact mogelijk met het thuisfront enzovoort? En wat is het antwoord? Dus, dat weet ik niet, dat zou ik moeten vragen aan... ik denk dat het de staatssecretaris is voor asiel en migratie die contacten ook heeft, ja. Want er wordt ook gezegd, ze worden soms vooruitgestuurd door de ouders. Ja, dat kan ook, ja. Dus de profielen zijn... Het is moeilijk te zeggen. We weten heel weinig. We weten te weinig van die kinderen. Dus dat is ook een zaak om te weten wie die kinderen zijn. Of er nog contacten met de thuisfront kunnen zijn. En in welke mate ze die linken nog kunnen leggen. En ziet u dit als een behapbaar probleem? Of is dat iets waar we heel erg zullen moeten opletten? Ja, ik vrees omdat het is ook een Europees probleem. Die samenwerking moet er ook komen. Er zijn good practices in het buitenland. Dus eigenlijk moeten die good practices ook samen... Iemand moet dat ook bekijken van oké, wat werkt wel, wat werkt niet en waar kunnen we van leren? Waar kan België van leren, van buurlanden bijvoorbeeld? En gezien die kinderen zo mobiel zijn, dus er zijn echt mensen die hen ook wel kennen in andere steden, dat die linken ook moeten gelegd worden tussen hulpverleners onderling, ook over de grenzen heen. Goed. En jullie blijven dat ongetwijfeld ook absoluut, van dichtbij opvolgen. Ja. Dank je wel, mevrouw Mashoub. En dan Vivaldi, want we hebben het hier vorige week ook al gezegd. Hè, als de coronawolken opgelost zijn, dan begint het pas goed. En als we nog maar de discussie van één weekend bekijken, afgelopen weekend, over die pensioenen, dan mogen we ons hart vasthouden. C'est une proposition que je pose sur la table et cette proposition reste dans le cadre de l'accord de gouvernement. Het is een plan dat inderdaad door een PS-minister opgesteld is en zeer bizar niet eerst in de ministerraad besproken is alvorens men het in de pers brengt. Of dat op deze manier aangekondigd moet worden zonder dat we eigenlijk die teksten gezien hebben. Als ik vandaag het voorstel zie dat op tafel is gelegd, ja, dan is het toch wel een rood plan. Waar ik toch wel wat vrees dat er ook een rode factuur zal aan vasthangen. Madame Lalieu oublie plusieurs choses. Tout d'abord, c'est que le PS n'est pas tout seul au gouvernement. Cette proposition est soutenable financièrement, mais aussi socialement. Ja, goedemorgen. Ik ga geen interview geven, hoor. Doe geen moeite. Dat was duidelijk. Meneer Slange, opiniemaker en in een vorig leven spindokter, hè, zo wordt dat lang geleden. Van de liberalen, ja. Als ik u vandaag lees in het laatste nieuws, de teneur is zo'n beetje, ja, dit kunnen ze niet meer aan. Dus laten experts, hè, wat we daarnet zeiden, laten experts het maar uitwerken en dan teruggeven aan de politici. Waarom zegt u dat? Ja, als u die reacties hoort nu van die regeringsleden, dat is normaal niet hoe partijen over elkaar praten als ze samen in een regering zitten. Dit is normaal hoe partijen over elkaar praten die met elkaar in een verkiezingsstrijd bijvoorbeeld verwikkeld zijn. Maar u bent toch altijd een man, vroeger ook geweest, van het open debat, hè? U hebt toch altijd, ja, maar wat voor belangrijk is bij het open debat is dat men het oneens is, maar dat men het niet eigenlijk op de persoon speelt, niet heeft over geschreven met rode inkt en dat soort dingen. Maar wat je natuurlijk vooral merkt, ik schreef ook van, ja, men zou nog gaan hopen in de wedstrijd dat er een vierde coronagolf komt, want daar was men het over eens. Want nu komt de begroting eraan, pensioen komt eraan. Mm. En wat vooral opvalt, is dat je heel weinig cohesie eigenlijk merkt rond bijvoorbeeld die twee belangrijke dossiers, en zeker wat pensioenen betreft. Nu, tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook wel erkennen dat de vorige regering, de Zweedse regering, Michel 1, ja, dat daar, alhoewel die partijen allemaal zogezegd toch wel heel dicht bij elkaar zaten, ideologisch, dat daar eigenlijk qua pensioenen ook niets uitkwam. En de vraag die we ons moeten durven stellen is of zo'n moeilijk en uitdagend probleem zoals de pensioenen of de politiek überhaupt nog de kracht, de overtuiging, maar vooral de moed heeft om hier uit te komen. Want als ik bijvoorbeeld de denkoefening vandaag hoorde van de Universiteit Gent, ja, daar zaten eigenlijk onmiddellijk al veel meer interessante en nuttige ideeën in dan alles wat ik nu van de regeringspartijen gehoord heb. Maar als u zegt van in de vorige regering zit je met een aantal partijen met hetzelfde denkkader en je maakt nu dezelfde vaststelling, hoe komt dat dan? Waarom het vorige keer niet gelukt is? Evenmin als nu, hè, want dat is ook wat... Het is eigenlijk iets wat gemakkelijk is om altijd maar voor je uit te schuiven. En dat is uiteindelijk wat gebeurt, tot uiteindelijk de bom natuurlijk gaat ontploffen. Omdat het is eigenlijk, ja, een perfecte storm die iedereen ziet aankomen, maar een beetje zoals bij het klimaat, dat men denkt van, jammer, op dit ogenblik valt het nog wel mee. We krijgen het nog wel onder controle. Tot je natuurlijk op dat punt komt dat je dat niet meer onder controle krijgt. Het is eigenlijk wel duidelijk voor iedereen wat moet gebeuren, namelijk dat de activiteitsgraad omhoog moet. Want laten we ook wel wezen, het is soms ook een heel bizar debat, omdat wij hebben van de laagste pensioenen van heel Europa.
Wat is dan het probleem? Dat we ook de laagste activiteitsgraad hebben in heel Europa. En je kunt eigenlijk alleen maar dat probleem oplossen als je die twee tegelijkertijd durft aanpakken. Ja, en dat is nu niet, want het wordt nu, de discussie over de pensioenen wordt uitgesteld tot het najaar, ik denk, niet voor december. Ja, en we vertrekken nu natuurlijk van een debat waarbij men bijvoorbeeld zegt van ja, 10 jaar gewerkt hebben, het mag deeltijd zijn, is voldoende. Betekent natuurlijk dat je ook puur psychologisch totaal het tegengestelde signaal de samenleving instuurt, wat we net nu met de verhoging van de activiteitsgraad zouden moeten eigenlijk de wereld insturen. Namelijk, laat ons allemaal wat langer werken, en vooral wie kan. En op dat ogenblik kunnen de pensioenen omhoog en zijn die pensioenen eigenlijk ook gegarandeerd. Zegt u eens die technocraten waar u het over heeft, hè? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, wat ik eigenlijk zeg is van kijk, we horen er zijn heel wat pensioenspecialisten in ons land. Eén zit er trouwens in de regering, maar zit op dit ogenblik op een andere stoel. Misschien is het belangrijk dat men eens gewoonweg zegt van kijk, laat nu eerst specialisten iets uitwerken. Ik geloof niet in technocratenregering. Soms wordt daarvoor gepleit, maar eigenlijk is dat niet democratisch. Experts die niet verkozen zijn. Experts die niet verkozen zijn en finaal de beslissing nemen. Maar je zou bijvoorbeeld wel het pensioenplan, wat nu gemaakt wordt door een minister met een kleur, je zou perfect het pensioenplan kunnen laten maken door technocraten. En dat je eigenlijk hetzelfde toepast als bij de procedure die gevoerd is rond Mark Koeken, namelijk iedere partij mag een specialist aanduiden en op hun beurt mogen die ook nog een paar specialisten betrekken, dat die iets uitwerken. Maar kom je dan ook niet weer op die ideologische denkaders uit, ook bij die experts? Want die zie je nu ook, hè? Je hebt die ook langs links en langs rechts. Ja, het valt mij op dat je daar inderdaad ook een aantal ideologische tegenstellingen hebt, maar wat je daar wel ook hebt, is dat een aantal overeenkomsten zijn. Namelijk een aantal dingen waar men het wel over eens is en waar men wel op verder kan bouwen. Waar je vooral de ideologische tegenstelling merkt, is de manier waarop, hoe moet het gefinancierd worden. Daar is het zo dat je die ideologische tegenstelling hebt, dat sommige experts zeggen van je kunt dat niet alleen meer uit belasting van arbeid halen, je moet ook meer uit vermogens of grondstoffen. Mm-hmm. Eigenlijk gaat daar eigenlijk meer het debat over dan de manier waarop je de pensioenen volledig moet organiseren en wat de activiteitsgraad betreft. Wat je hoort, wil je iets zeggen? Ja, ik wou iets zeggen van wat ik vandaag las in de krant over de groep professoren vanuit Gent. Lijkt me inderdaad een voorbeeld van out-of-the-box denken om juist uit zo'n impasse te geraken. Ik heb ook vaak de indruk, ik ben geen specialist ter zaken, maar ik heb vaak de indruk dat men reageert. De politiek reageert vanuit een ideologische loopgraven. Hè. Dus ideeën die al je hebt triggers. Hè. Als je zegt bijvoorbeeld wij moeten langer werken, dan trigger je de socialisten. Als je zegt we moeten anders gaan financieren, bijvoorbeeld een ander soort belastingstelsel, dan trigger je soms de liberalen of anderen. Maar ik denk dat inderdaad niet een technocratische regering, daar ben ik eens met meneer Slange, maar dat er misschien wat advies wordt gevraagd als men echt een oplossing wil. Misschien wil men echt geen oplossing en is het gewoon een kwestie van scoren of zo. Maar als men echt een oplossing wil, als men een hervorming wil, en ik denk dat de hervorming absoluut nodig is, want de vergrijzing is de olifant in de kamer en iedereen weet dat dat komt. Maar niemand wil echt de maatregelen treffen die nodig zijn om die vergrijzing te kunnen managen. De huidige stelsel is niet houdbaar en dat moet veranderen. Maar is dat voor mensen nog duidelijk? Want ik denk een burger thuis die hoort mevrouw Lalieu zeggen van het is perfect betaalbaar, het is berekend en iedereen spreekt haar daar, of quasi iedereen spreekt haar daarin in tegen. Hoe krijg je dat allemaal duidelijk en helder voor een burger, vraag ik me soms af. Ik heb het gevoel dat de burger hierin zeer fatalistisch aan het worden is. Als je met jongeren praat, dan zeggen ze van ja, wat moeten wij betalen voor een pensioen dat we toch nooit gaan krijgen, wat ik niet geloof. Ik denk wel dat die pensioenen er gaan zijn. En bij ouderen heb je iets van ja, het zal mijn tijd duren. Ik bedoel, ik ga nu gewoon, het is mijn debat niet meer. Ik wil zo snel mogelijk op pensioen en we zien wel. Mm-hmm. U heeft risico, heel snel, gewoon een risico voor een democratie is dat je op een bepaald moment komt in een politiek stelsel waar in een minderheid van actieve mensen die geld eigenlijk verdienen, belasting betalen, moeten zorgen voor een meerderheid die politiek beslist omdat ze nog altijd stemrecht hebben, hoop ik nog. Mm-hmm. Want ik ben voor natuurlijk een democratie en algemeen stemrecht. Maar we moeten zo'n impasse of zo'n politieke situatie
kunnen vermijden, denk ik. Want dat kan gevaarlijk worden. Dat, ik denk dat het hele politieke spectrum op dit ogenblik aan een vorm van politiek cliëntelisme leidt. Niet alleen de PS, die daar vaak van beschuldigd wordt, maar allemaal is puur het cliëntelisme van de eigen achterban. Terwijl uitgerekend voor een uitdaging zoals pensioenen, men die taboes even opzij moet zetten en men eigenlijk een globaal maatschappelijke oplossing... Maar dat is blijkbaar heel moeilijk. En u heeft het dan ook nog eens over dat, hoe heeft u het genoemd, dat extreem linkse aapje op de schouder van de socialist, de PTB, de PVDA. Het is zo dat men nogal gemakkelijk zegt van blijkbaar is de PS niet tot besturen in staat of tot moeilijke beslissingen in staat. En volgens mij klopt dat niet, want in het verleden was het heel vaak zo dat het net linkse regeringen waren die meest moeilijke beslissingen konden nemen. Maar er is natuurlijk wel iets veranderd. En dat is natuurlijk de sterke positie van PTB, P van de A, waardoor de PS de hele tijd over haar schouder moet heen kijken in plaats van vooruit te kijken. En we hebben eigenlijk in Vlaanderen... Moeten ze dat of doen ze dat gewoon? Ze doen dat, want we hebben hetzelfde gezien gedurende decennia hier in Vlaanderen, waar eigenlijk door de opkomst van het Vlaams Blok en nadien Vlaams Belang de andere partijen eigenlijk niet meer op een gezonde manier over migratie konden discussiëren, konden nadenken, maatregelen nemen, zowel problemen onderkennen als vooroordelen onderkennen. Dat was in feite onmogelijk geworden. We zien nu eigenlijk hetzelfde in Wallonië vooral. Hier minder met vooruit door de opkomst eigenlijk van extreem links. Dat, men is eigenlijk volledig... Met Raoul Heerebouw en de Peter. Maar waarom zit de PS daar zo naar te staren? Als u zegt, ze hebben in het verleden bewezen dat ze kunnen besturen, moeilijke beslissingen kunnen nemen. Hoe komt het dat ze daar dan op dit ogenblik... Omdat PTB heel sterk scoort in de peilingen. En hoe komt dat? En dat men schrik heeft. Omdat ze hun verhaal beter verkocht krijgen dan? Omdat ze een veel eenvoudiger verhaal natuurlijk hebben. Hetzelfde populisme zoals... verkoopt altijd. Ja, populisme verkoopt altijd. Wat wij in Vlaanderen hebben met extreem rechts, heeft men in Wallonië aan de hand met extreem links. Mm-hmm. Wat denkt u, meneer Slange, komt dat goed? Want het, zoals u daarnet zei, het houdt natuurlijk niet op met die pensioen. Hè. Er is een begroting. Morgen start die werkgelegenheidsconferentie, denk ik. 80% van de mensen aan het werk krijgen. Energietransitie komt er nog Energie aan. Energie is inderdaad ook zo'n voorbeeld waar wat denkt heel u? Veel... Vivaldi. Ik denk, uiteindelijk zal er wel iets uitkomen, maar het zal niet veel zijn op deze manier. Op het ogenblik dat men zijn taboes niet durft opzij zetten. Iedereen heeft schrik van verkiezingen. En dat betekent dat er altijd wel iets uit de bus zal komen. Maar of het een schoonheidsbaby zal zijn die geboren wordt, daar twijfel ik aan. Ja. En de premier, Alexander De Croo, is die sterk genoeg? Want in de crisis, dat was dan, als we het zo mogen noemen, relatief makkelijk om iedereen op een lijn min of meer te houden. De vraag is sterk genoeg om wat te doen. Namelijk, je hebt ofwel sterk genoeg om de ploeg bij elkaar te houden. Dat is één ding. Sterk genoeg om met een innovatieve oplossing te komen, is een ander gegeven. Geef eens eerst antwoord op dat eerste. Op de tot nog toe heeft Alexander De Croo laten zien dat hij dat eerste wel kan. Hè? Dat hij vooral via bilaterale contacten en zo die tegenstellingen en zo wel onder controle kan houden. Of hij sterk genoeg is om inhoudelijk eigenlijk met een oplossing in een moeilijk dossier te komen, hebben we nog niet kunnen zien. Want corona was eigenlijk iets buiten categorie, waar eigenlijk ook Frank van den Broeke heel veel van het gewicht eigenlijk torste. Dat wordt afwachten. Ja, wat denkt u? Ik zou het niet weten. Geen idee? Geen idee. Over de kwaliteiten nog. Het zal het is nieuw. Komende maanden duidelijk worden. Hè? Goed, nog één ding. Vlaams niveau, want ook niet oninteressant om te zien. Laten we het versoepelingsopbod noemen van de voorbije dagen. Nu is die pandemie onder controle en hebben we er precies verlatingsangst van die vrijheidsbeperkingen. Als we nu de vrijheid niet teruggeven in Vlaanderen met 90% van de volwassenen die gevaccineerd zijn, wanneer gaan we het dan wel doen? Ik denk dat we geen maatregelen moeten opleggen wanneer dat niet nodig is. We hebben bijvoorbeeld in Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad. Op dat moment moet je niet per se mensen nog vragen om bijkomende verplichtingen na te leven van die coronapas. Wel, we hebben een vaccinatiegraad in Vlaanderen van 90%. Ik denk dat we wereldrecordhouder zijn. De bevolking is beloofd dat als men die verantwoordelijkheid zou opnemen, dat het Rijk der Vrijheid zou aanbreken in het najaar. Wel, belofte maakt schuld, denk ik. We moeten nu alleen nog naar de ziekenhuizen kijken. Zolang als daar geen overbelasting is, moet je de samenleving loslaten.
Het is zo'n beetje een spurtje trekken, nog voor het echte startschot gegeven is, heb ik de indruk. Maar wat denkt u, is dat met recht en reden dat zij dat zeggen? Ten eerste, zo'n spurtje hebben we ook gezien toen er sprake was van dat de festivals allemaal terug open konden. Nadien heeft men dat spurtje terug serieus moeten inhouden. Tegelijkertijd voel je ook wel dat in België wordt alles uiteindelijk communautair. En hier voel je ook dat weer een communautaire dimensie in zit. Namelijk, men zegt van kijk, Vlaanderen heeft 90%, hier moet de vrijheid kunnen. En er zit toch ook wel een bepaald tegengesteld gegeven in waar men op dat ogenblik de Belgische consensus eigenlijk wat in vraag begint te stellen. Maar vindt u dat gevaarlijk wat er dan gebeurt op zo'n moment? Hè? Want we zijn er, laten we eerlijk zijn, als we dan naar Brussel kijken bijvoorbeeld, we zijn er nog niet helemaal. Hè? We zijn er nog niet helemaal, maar de vraag is natuurlijk, en dat is een terechte vraag, vanaf wanneer gaan we op een andere manier meten? Het is natuurlijk zo dat als je een hoge vaccinatiegraad hebt, dan kun je in een situatie zitten dat je meer besmettingen hebt, maar minder ziekenhuisopnames. En dat je eigenlijk wel rood kleurt op de Europese kaart, maar dat er eigenlijk geen probleem meer is. We zien dat de oversterfte eigenlijk op dit ogenblik uitgevlakt is. Dus de belangrijke vraag is, hoe houden we eigenlijk onze zorg nog altijd de capaciteit op punt? En daar is het natuurlijk wel zo dat de niet-gevaccineerden wel een druk op de ziekenhuissector kunnen veroorzaken, die het weer moeilijk maakt om sommige andere zieken eigenlijk te helpen. Ja. En over die solidariteit, alleszins of niet, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, natuurlijk. Hè. Eerst kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is Niet om de afspraak. Bonjour, ici Nelson Monfort et bienvenue au championnat d'Europe de Coupe Mulet, où je vous rappelle que le gagnant aura la chance de gagner une paire de ciseaux pour couper cette monstruosité. The new Texas abortion law continues to face resistance. The Satanic Temple has filed a letter with the Food and Drug Administration, arguing that abortion is a faith-based right of its members. Now, despite the Satanic Temple's name, it largely functions as an activist group that fights against religious-based policy. Sorry, I just can't do this today. I'm sorry. Et vive la Coupe Mulet. Ja, lang geleden. En dan toch een beetje de COVID-discussie van het moment. De coronapas in Brussel. Een digitale pas die je moet hebben om nog op café of restaurant te kunnen. En waarop dan staat dat je gevaccineerd bent. Of eventueel recent negatief getest. Dat kan ook. Meneer Abou Jaja, je bent opiniemaker. En intussen al een tijdje leerkracht aan het Technisch Atheneum. Waar is het? Sint-Agatha-Berchem in Brussel. Hoe lang al intussen? Ik ben vorig jaar begonnen met lesgeven. In een andere school. En dit jaar begin ik bij KTA Zavelenberg. Dus. En wat denkt u, Jan? Dan hebt u voeling met de leerlingen. En natuurlijk, als het regent in Frankrijk, daar hebben ze die COVID-pas ingevoerd. Ik denk dat het op 8 augustus was, dus het is een dikke maand geleden. Dat werkt daar. Is het een goed plan voor Brussel? Ja, die link met Frankrijk is misschien juist het probleem. Ja, betekenissen van het woord. In die zin dat er ook vanuit Frankrijk veel complotdenken overwaait naar Brussel door de taal en cultuur en veel ook rebelliecultuur tegenover het establishment. Maar inderdaad, tegelijkertijd, langs de andere kant, nu de boodschappen van Macron met de vaccinatiepaspoort, die zijn inderdaad bij de politici, Franstalige politici in Brussel, ook populair. Mm. Dus de invloed vanuit Frankrijk is tweevoudig. Want dat zit er wel aan te komen. Hè? Je hebt toch de indruk dat de politici in Brussel er klaar voor zijn, stilaan.
Ja, maar de vraag is of je het alleen in Brussel kunt doen. Ik ben pas in Oostenrijk geweest en daar kun je dus geen koffie drinken zonder dat je laat zien dat je gevaccineerd bent. En niemand heeft daar een probleem mee. Ging dat goed? Dat ging eigenlijk zeer goed. En ik begrijp ook niet dat men dat pasjes noemt, want toen wij tussen twee golven overal moesten invullen wie wij waren als wij ergens iets gingen drinken, dat was veel meer een inbreuk op de privacy dan dit, want men houdt niet bij waar je geweest bent. Hè. Maar ik vrees dat we het ook bij Brussel zullen moeten blijven, want Vlaanderen komt dat er niet. Hè. Dat willen de Vlaamse partijen toch niet? Ja, maar op zich is dat natuurlijk ook wel een beetje hypocriet. Namelijk, ze hebben het wel over die 90% die gevaccineerd is, maar dat betekent dus dat er 10% 18-plussers is in Vlaanderen die eigenlijk weigeren om zich te laten vaccineren. Ik bedoel, en die 10%, daarmee wordt Vlaanderen veel meer geconfronteerd dan met die jongeren uit Brussel. Ja, dus eigenlijk zijn die 10% ook belangrijk. Misschien toch even die cijfers erbij halen, want het zijn wel belangrijke verschillen op dit ogenblik. Als je dan streeft naar een vaccinatiegraad van 80% of 90%, dit zijn alle leeftijdsgroepen samen. Dus in Vlaanderen ze zijn goede 77%, Wallonië zit op 66% en dan kijk eens Brussel nog geen 50%. En dan interessant natuurlijk, als je de jongeren bekijkt, tussen 12 en 34, dan zit je in Vlaanderen met een vaccinatiegraad van 78,66%. En in Brussel is dat iets meer dan de helft daarvan. Dus ja, de conclusie is dan wel, er moet wel iets gebeuren wellicht. Hè? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, er is natuurlijk een verschil. Maar voor mij, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Voor mij, wat belangrijk is dat de mensen die een afweging maken tussen de risico dat zij oplopen door het virus en hun eigen gezondheidssituatie en eigenlijk beslissen om zich te vaccineren, dat ze zich vanaf bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld ik persoonlijk, ik heb geen seconde getwijfeld, ik heb meteen eigenlijk vanaf het moment dat ik die kans kreeg om de vaccin te nemen, heb ik meteen mijn vaccin genomen, mijn echtgenote ook. Maar ik ken mensen die zeggen van, kijk, ik ben 20 jaar, 22 jaar, voor mij, ik heb dat gevoel niet. En als de risicopatiënten allemaal gevaccineerd zijn... Wat zeggen bijvoorbeeld uw leerlingen? Ja, mijn leerlingen zijn... Ik heb de graad van het secundair. Ja, kijk, ik vind dat mijn leerlingen zijn allemaal bijna minderjarig. Ja, dus die zitten in die categorie, ja, er zijn sommigen die 18 al zijn, maar die zitten in die categorie minderjarigen. Ik vind dat debat vanuit, moet je gevaccineerd worden? Jij persoonlijk heb ik het debat met hun niet gevoerd. Ik vind dat minder belangrijk. Ik heb wel met hun debatten gevoerd over complottheorieën, dat ik wel een groot probleem vind. En ik vind dat meer constructief. En wat zeggen zij? Wat is er? Want bijvoorbeeld over die COVID-pas nu, gaat dat daar al over? Ja, maar, ik heb geen enquête gedaan. Ik wil gewoon een sfeer geven. Kijk, voor mij, ik maak een analyse van wat de maatschappij rondom mij leeft. En voor mij wat belangrijk is, waar ik een probleem zie, is dat bepaalde ideeën, ideologieën eigenlijk gevestigd zijn in Brussel, misschien meer dan in Vlaanderen, omdat door die link met Frankrijk, een culturele link. En daar zie ik wel een probleem. Niet noodzakelijk bij die categorie jongeren, want die zijn allemaal minderjarigen. Ik zie het probleem bij bepaalde mensen bijvoorbeeld die Laboom hebben georganiseerd. Het gaat niet over de usual suspects waar men direct aan denkt. Dat zijn de allochtone jongeren in Brussel. Als je ziet welke publiek eigenlijk Laboom heeft georganiseerd, dat zijn de bobo's, de middenklasse bobo's. En daar zit echt het grootste verzet voor nou, vaccinatie. Zegt die ideologie vanuit Frankrijk op die jongeren, waar gaat dat dan echt over? Het gaat over... dat is een groter probleem, omdat het gaat over legitimiteit van het absoluut wetenschappelijk model. In die zin van dat men soms met complotten, die bekende complotten van wat men de wappiecultuur in het Nederlands noemt, 5G, Bill Gates, waarom is er een vaccin? Al die onnozelheden, ik wil dat niet gebruiken, maar ik bedoel al die gevaarlijke onzin. En daar kun je wel... Voor mij moet je wel voor mij iets met de jongeren doen. En daar rond werk ik met de jongeren. Maar ik ga niet met de jongeren werken rond van je moet je vaccineren. Dat is niet mijn taak. En ik ben niet ook overtuigd dat dat een boodschap dat je moet geven aan minderjarigen. En als we toespitsen op die COVID-pas, zou dat kunnen helpen? Zou dat werken, denkt u? Die COVID-pas voor een horeca... Voor eventen, oké, bij die bobo-groep misschien wel dan, hè, want die zijn voor hun is dat cruciaal en belangrijk, op café gaan, op terrasken. Maar bij de jongeren vanuit de volkswijken, daar liggen ze niet wakker van, hè, die gaan niet op terrassen op die manier. Dat is, horeca is niet zo centraal in hun leven. Dat gaat geen effect hebben. Maar bij die laboompubliek misschien wel. Misschien dat de gedeelte opportunisten die daar naartoe gaan omdat ze een beetje de show willen doen als rebels en zo, misschien dat je daar een percentage, een hoger percentage vaccinatie gaat krijgen. Dus op zich oké. Okay. Maar het probleem is, ik vind dat fundamenteel discussie hier gaat over dat hele model. Hè, gaat over individuele zelfbeschikking als het gaat over vaccinatie. Kijk, je hebt
een anti-vaxxerbeweging die volledig zit in complotisme. En dat is een probleem. Maar dan heb je mensen die niet in die anti-vaxxerbeweging zijn en die niks eigenlijk tegen een vaccin per se hebben, maar die een probleem hebben met een opdringen van een vaccin op hun. Zeker in niet-essentiële elementen zoals horeca. Ik vind bijvoorbeeld dat het debat moet gevoerd worden voor zorgpersoneel. Ik vind dat daar misschien kordater moet... Maar dat moet... verklaart onder die jongeren 12-34, 40% versus bijna 80%. Hè. Dat gaat dan over andere dingen. En als we toespitsen op die covid-pas, wat denken jullie? Is dat iets wat die jongeren ook... U als coördinator van Childfocus... Ik vind het ook een moeilijk debat. Ik denk, ik volg ook wel het zelfbeschikking. Hè, en die complottheorie die hoor ik ook wel. Dus ik denk dat dat zeer belangrijk is, ook als leerkracht, om uw leerlingen kritisch te laten nadenken van wat is hier het debat. Ik heb zelf ook een kind van bijna 12, dus die vraag zal ook komen van oké, laat ik hem zelf beslissen? Zelfs ik als ouder ook een beslissing in zijn plaats nemen? Dus ja, ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren heel kritisch nadenken over... hun rechten, goed, hun plichten. Laten we het daarover eens zijn, maar wat met die pas? Is dat iets wat... Zal dat werken? Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Elke inperking... Het ligt eraan welke drempel je opwerpt. Als dat bijvoorbeeld een drempel is voor reizen, en het zijn jongeren die reizen, dan gaat dat werken. En je merkt bijvoorbeeld dat zelfs sommige mensen die heel overtuigd antivaxxer zijn, als ze 3 keer een test moeten gaan afleggen voordat ze het vliegtuig kunnen nemen, veranderen ze ineens van idee. Maar dat gaat dan weer niet over die jongeren natuurlijk. Waar we maar, het... maar is dat de omgeving vanuit, natuurlijk. Ja. Vanuit gezondheidsperspectief, wat ik wil zeggen, is het probleem de jongeren? Ik vind het niet. In COVID... alles wat we weten over COVID, alles wat we hebben geleerd door de experts over COVID, zegt dat het probleem ligt niet bij de jongeren. Nu, over de verspreiding, want dat kun je allemaal... Ik vind wat meneer Slange zei... Wat begin... het ziek worden betreft? Ja, ik vind het belangrijk, inderdaad. Wat meneer Slange in het begin zei, hij had het over de oversterfte en over, inderdaad, wat is je meetstrategie? Op welke manier meet je? En ik vind dat de cruciale punt is. Dat is het belangrijkste punt. Maar je moet... zitten we toch wel met het probleem, want wat we vandaag zien... is dat Brusselse patiënten naar ziekenhuizen buiten Brussel moeten. Mm. Wat dus wel een druk is op de ziekenhuizen. En dat is natuurlijk wel een criterium. Als we zo ver komen... Van Brussel kan, maar ik denk inderdaad dat dat niet alleen de jongeren zijn. Ik denk dat dat ook bij de meerderjarigen zitten die ziek worden. Daarom dat ik zeg, nadruk ligt, denk ik, ten onrechte op de jongeren. Ja, dit moet liggen op andere categorieën. En dat is daarom... Eens. En plus die pasjes... Die zijn beperkt, gelukkig maar. Want ik ben vanuit het liberale zelfbeschikkingsprincipe tegen niet beperkte pasjes en niet beperkte, onbeperkte beperkingen van de vrijheden, van het individuele zelfbeschikkingsrecht. Die zijn beperkt, maar zoals dat ik zei, ze viseren een bepaalde categorie waar wel een werk aan de winkel is. Hè. Dus ik vind zelfs... Misschien, het is misschien ook een vaststelling gewoon. Als je ziet 12-34, 40%, terwijl je mikt op een bevolking na 80%, dan is dat natuurlijk wel een frappante vaststelling waar je als beleidsmaker iets wil aan... Ik wil toch even die cijfers er in Frankrijk bijhalen, waar ze dat dan ingevoerd hebben begin augustus. In de binnenstad van Parijs, vaccinatiegraad, dus na de invoering van die coronapas, dus niet meer op restaurant of café zonder. Ze scannen dat ook gewoon onmiddellijk met een telefoon, dus dat duurt een paar seconden. Binnenstad van Parijs, van 66% naar 81% in 1 maand. Ook, hè, want dat wordt ook gezegd, kan je Parijs vergelijken met Brussel. Wel, daar hebben ze ook wel moeilijke departementen. Zijn er niet bijvoorbeeld, heb ik gezien, van 52% naar 74% in 2 maanden tijd. Mm-hmm. Dan kan je denken, ja, waar wachten we eigenlijk op? Nee? Dat telt al. Ja, kijk, ik heb niet gezegd dat ik tegenstander ben. Ik heb vanaf het begin gezegd, kijk, ik ben aan het twijfelen. Mijn twijfel is vooral principieel op basis van het verplichten van iets doen met je lichaam. Daar heb ik een probleem mee, principieel. Maar ik besef natuurlijk ook dat iets moet gedaan worden. Ik zou meer inzetten op het bestrijden van complottheorieën. Ik zou meer inzetten... Maar dit is ook geen verplichting? Het is geen verplichting, natuurlijk. Het komt er dichtbij in die zin van bij sommige categorieën, en niet de jongeren, zeker niet de jongeren, want daar gaan ze niet wakker van liggen. Maar bij sommige categorieën gaat dat wel... In XL gaat dat wel gevoerd worden als een soort verplichting. Hè. Als je ons het café ontneemt, dan moeten we ons vaccineren. Maar dat is ook foute retoriek, denk ik. Ook het feit dat men dit pasjes noemt en zo. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat een rijbewijs eigenlijk een aantasting is van het zelfbeschikkingsrecht. Waarom mogen wij niet met de auto rijden zonder rijbewijs? Mm-hmm. U heeft het ook vergeleken, denk ik, met reizen naar Afrika. Dat je raakt bijvoorbeeld Afrika niet binnen als je geen inenting tegen de gele koorts hebt. Iedereen moet als het beperkt is in de tijd... dan is het inderdaad niet zo gevaarlijk als maatregel. Maar ik denk, het blijft een belangrijke debat, waar dat wel een politiek moed nodig is het debat over het verplichten van vaccinatie in de zorgsector. Ik vind dat dat
onmogelijk dat... Oké, natuurlijk zijn wettelijke drempels daar. Hè, daar moeten we ook iets mee doen. Maar dat zorgpersoneel betoogt om te zeggen... wij willen niet vaccineren terwijl dat ze elke dag moeten gaan werken... bij gevoelige, bij risicogroepen. Dat vind ik schandalig. Dat is voor mij iets wat mij een beetje verontwaardigt... in dat hele vaccinatiedebat. Veel minder dan 18-jarigen of zelfs 16-jarigen of zelfs 30-jarigen. Dat je in contact komt... dan welke leeftijd dat je hebt, dat je in contact komt met risicogroepen en je zit in een sector waar de wetenschap centraal moet staan en dat je vatbaar bent voor anti-wetenschapsretoriek en dat je niet wilt vaccineren, dat is een groot probleem dat we hebben. En als ik zie, oké, men zegt, er zijn niet zoveel volk, maar 1500 mensen of zo... in Brussel, vanuit die sector, dat is voor mij zorgwekkend. Ja. Nu, het is ook niet zo dat men verplicht is om zich te laten vaccineren. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de landen waar het is gevaccineerd, genezen of getest. Mm-hmm. Dus je kunt perfect zeggen van, kijk, ik laat me niet vaccineren, maar ik zorg wel dat ik altijd getest ben. Of ik heb het al eens gekregen en ik ben genezen. Ja. Ik hoor één voorstander, toch? Eén, laten we zeggen, twijfelaar. U mag beslissen. Mag ik beslissen? ik zou het niet doen. Nee, voor de jongeren? Ja, ik vind het ook moeilijk, dat debat van beperkingen heel de tijd. En ik denk ook, het zijn de zwakkeren, de ouderen die beschermd moeten worden. Daarmee dat ik aan twijfel was van vergelijking met het rijbewijs. Als je rijbewijs niet hebt en je kent de verkeersregels niet, dan ben je een enorm groot gevaar voor anderen. Maar als je en je niet gevaccineerd bent, je bent ook wel een gevaar voor anderen. Maar normaal gezien zijn die kwetsbare groepen ook wel gevaccineerd. Dus vandaar mijn... We moeten in de vaccins ook vertrouwen, natuurlijk. Ja. Je kan niet het discours hebben van de vaccins beschermen. En ik geloof dat vaccins ons beschermen. En tegelijkertijd zeggen van... Oké, voor mij iemand die kiest om niet gevaccineerd te worden, is een gevaar voor zichzelf. Ja, totdat er een andere variant komt. Wat met het feit dat sommige vaccins maar 80% werkzaamheidsgraad hebben? En dat we misschien een derde vaccin... We weten ook niet hoe lang dat ze geldig zijn. Dus, Moest 95% van de 18-plussers gevaccineerd zijn in heel België, dan zouden we het debat over de jongeren niet hoeven te voeren. Dus misschien moeten we daar eerst op inzetten. Goed. Laat ons het hierbij houden. Mooie afronding van deze discussie. Dankjewel voor jullie komst. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Wel, de tweede aflevering van het Scheldepeloton komt eraan. Zeer straffe eerste aflevering gezien vorige week. Die is nog te bekijken op VRT nu. En nu dus de tweede. Mooie avond nog bij Canvas en tot morgen. Thank you.